Maar door dat kogelgat in die muur om je heen, of in die metalen, koperen platen om je heen, wat duisternis in je leven veroorzaakt, komt wel licht. En uiteindelijk is het Gods liefde, wordt zichtbaar, omdat het patroon van die kogelgaten ook duidelijker wordt. God schiet op je leven, om licht te doen doorbrengen. Waar wij moeten zijn, dicht bij de Vader, dicht bij het hart van God. En dan zal Hij alle omstandigheden die tegen ons schijnen te zijn, en dat is ook zo, zal Hij tot de voetbank maken. We zijn daar ver boven, net als die aarde, we staan daar ver. Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? En zijn wij de bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Ze hadden Jezus bij zich. En hier is een punt. Je kan nog zoveel van Jezus bij je hebben, maar God wil dat wij geloof zullen hebben. Dat wij tot situaties kunnen spreken. En hier maakte de discipelen Jezus wakker. En Jezus begreep het eigenlijk niet. Omdat de discipelen hadden zelf moeten weten wie ze zijn. En welke autoriteit en gezag ze kregen om op schorpioenen en slangen te treden. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Zeg dat je geen geloof hebt, zag Jezus net. Waarom heb je geen geloof? We moeten geloof hebben als een kind. Als we niet geloven, zullen we veroordeeld worden. Eigenlijk veroordeelde Jezus net ook de discipelen in meer of mindere mate. Waarom heb je geen geloof? Waarom heb je me wakker gemaakt? Waarom verstoor je me? Waarom ben je zelf niet opgestaan? Waarom heb je zelf niet gesproken tot die storm?
Natuurlijk, God kan alles en doet alles. Maar hij wil dat jullie ook en wij en ik ook dingen doen. Als je je handen oplegt, als je spreekt tot de mensen, zijn het niet jouw woorden, maar zijn het zijn woorden. Als je je handen oplegt, zijn het niet jouw handen, maar zijn het zijn handen. Omdat je bent zijn lichaam, je bent een tempel. Als ik slechts zijn kleed kan aanraken, dan zal ik behouden zijn. Och, aan de ene kant. Aan de ene kant moeten we volwassen zijn in ons geloof en weten wie Jezus is. En aan de andere kant moeten we ook weten hoe Jezus aan te raken en aan te blijven raken. Niet op eigen benen zomaar, want we zijn volwassen uit de genade van God. Het leven van Christus binnen in ons. Als ik slechts zijn klederen aan kan raken. Als ik slechts de zoom van zijn kleed kan aanraken, is een andere passage met een andere. Mensen dachten, hey, dat is een goed ideetje, zijn kleren aanraken, dat ga ik ook doen. En het was een punt van contact, een punt van geloof. Als ik hem slechts kan aanraken, dan zal ik behouden. Zo, als je je zo uitstrekt om Jezus aan te raken. Je laat alles achter je. Je opent je hart volkomen voor hem. En je zegt, Heer, doe maar wat u wil. Kan me niet schelen wat u doet. Dat is goed. Maar ik moet u hebben aangeraakt. Wie heeft mij echt aangeraakt? Er zijn vele christenen. Ze bidden, bidstonden, bidnachten. Alles doen we. Maar u kan de Heer aanraken. U kan vandaag tot Jezus komen. Je kan tot hem gaan en hem aanraken. En je wonder ontvangen omdat je weet dat je het hebt ontvangen. En dat kan je niet zelf maken. God geeft dat geloof. God geeft je zekerheid in je hart. Alles is mogelijk. Je moet geloof hebben in hem. Alles is mogelijk. De storm op het meer. Alles is mogelijk. Help hier en we vergaan. Nee, je gaat niet. Wees niet bevreesd. Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd. Dat is een goede les voor u en voor mij. Niet luisteren naar wat gezegd werd. Of dat mensen het nou zeggen, of dat je hoofd het nou zegt, of dat je gevoel het nou zegt. Luister niet. Weet wat God zegt in zijn woord. Heb geloof in zijn woord. Hou vast aan zijn woord. Doe wat er staat. En God bevestigt om het onmogelijke te doen. Om op water te wandelen. Om als de dood is ingetreden leven te brengen. Als de storm er is tot vergaans, tot schipbreuk toe. Om dat na te spreken en zeggen. Heer, ja Heer, vandaag is de dag. Vandaag is de dag van een nieuw begin. Vandaag is de dag van een nieuw leven. Vandaag is de dag dat ik werkelijk met u verder zal gaan. Dit is de dag dat ik u zal aanraken. En ik laat je niet meer los, Heer. O Jezus, kom toch en leg de handen op. Dan zal mijn dochter gezond worden. Hij prikkelen. Wie wil, die komen. Kom. Halleluja. De uitnodiging is daar.